Hoi, leuk dat jullie kijken. Ik kreeg van jullie onwijs veel vragen over winterkapsels, dus ik ga proberen er zoveel mogelijk in dit kwartier te laten zien. Wat het grote verschil is tussen andere kapsels, is dat er heel veel haar vast zit, waardoor de wind, de storm, de regen allemaal niet zo heel veel invloed heeft op je haar. En ik laat ook wat lage kapsels zien, mocht je nou bijvoorbeeld veel fietsen en altijd een muts dragen. Ik laat ook zien hoe je dan alsnog een leuk kapsel kunt maken, dat als die muts afgaat, dat het er dan ook nog een beetje leuk uitziet. En wat belangrijk is, heel veel van jullie hebben last van statisch haar, heb ik al begrepen. Zorg ervoor na het wassen dat je er alvast wat in doet. Dat kan een spray zijn of bijvoorbeeld een mousse. Op die manier heb je die staticiteit al veel minder. We gaan beginnen. Allereerst wil ik beginnen met twee knotjes onder in je nek. Nou zul je misschien denken dat het misschien een beetje kinderlijk kan zijn, maar ik ga jullie laten zien hoe dat ook anders kan. Mocht je nou zelf een dochter hebben en kijk je daarom mijn video's, kies je dan voor de knotjes wat verder uit elkaar te doen. Ik ga ze nu wat dichter bij elkaar doen, zodat het uiteindelijk een beetje één knot gaat lijken. Maar heb je dus een jonge dochter, kan je rustig zeggen dat je die knotjes wat meer uit elkaar haalt, zodat je hier ook lekker het haar ziet. Wat je allereerst doet, is het haar naar achter. En pak dan even een puntkam, dat is veruit het makkelijkste. En je gaat gewoon, als het ware, net doen of je tekent. Kijk, dan komt zo die zigzag erin. En dat doe je ook aan de achterkant. Dat is even op gevoel. Het hoeft natuurlijk ook niet perfect te zijn. Het gaat puur omdat je niet zo'n hele rechte scheiding hebt. Kijk, ik zal het laten zien, want dit is een beetje het idee. Zie je dus een beetje dat het in elkaar overvloeit? Wat ik nu heb, zijn die kleine elastiekjes. Heb je dikker haar of wat grover haar, dan kun je natuurlijk ook even een wat groter elastiek pakken. Maar we gaan een groot gedeelte vastzetten zometeen. Dus daarom gebruik ik nu even die kleintjes. Omdat ze verder niet echt een functie hebben. Het is puur even om dit vast te zetten. En je haalt ze er als het ware een beetje half doorheen. Zie je gewoon dat er een beetje een lus is. Dat gaan we ook aan de andere kant doen. Op zoek naar mijn elastiekje. Ook hier zet je je haar vast. En zie je, door die zigzagscheiding blijft die expres wat losser. Dat is net wat je zelf mooi vindt, maar ik kies er meestal voor om het gewoon niet te strak te doen. Kijk, nu heb je twee van die lussen. En nu ga je met speldjes ga je alles vaststeken. Ik gebruik in principe geen spiegel, dus ik kijk alleen als het ware nu van voren in het scherm die ik naast de camera heb. Kijk ik hoe het er van voren uitziet, maar ik ga voornamelijk aan de achterkant op gevoel werken. Op het einde, als je helemaal klaar bent, dan check je pas in de spiegel. Omdat het onwijs moeilijk is om in spiegelbeeld te denken. Dus vind ik het veel fijner om gewoon op gevoel te doen. Ik zal even omdraaien om het te laten zien. Kijk, je pakt bijvoorbeeld hier de lus en hier. En die zet je zo vast. En dat geldt ook voor de onderkant. En waar ik altijd naar streef, is te proberen dat je geen elastiekjes meer ziet. Steek er nog even één in voor de stevigheid. Wat echt onmisbaar is bij de winterkapsels, is heel veel lak om te voorkomen dat het weer er invloed op heeft. Ik ga het nu niet doen omdat ik jullie heel veel kapsels wil laten zien. Ik zal in ieder geval even een rondje draaien, zodat jullie het eindresultaat kunnen zien. Kijk, en wat dan wel het leuke hiervan is, is dat je ook een muts op kan doen. Jullie doen me wel wat aan trouwens, want als er één ding is wat me niet staat, dan is het wel een muts. Maar ik ga het jullie wel even laten zien. Ik heb niet eens mutsen trouwens, deze heb ik even van mijn vriend geleend. Ik vind het echt verschrikkelijk staan bij mezelf, maar goed.
Maar op deze manier zie je dus dat je kapsel er gewoon onderuit komt. En dat is wel heel erg handig, want als je dan ergens aankomt, kan die muts af. En daarom zeg ik heel veel lak. Want op het moment dat je hem aftrekt, ga je natuurlijk die haren die bovenop zit meetrekken. Dus zorg ervoor dat dat goed hard is. Het voelt niet lekker, maar het ziet er tenminste dan wel gewoon altijd goed uit. Als je nu een keer voor wat simpeler wil gaan, zoals bijvoorbeeld een staart, dan is het wel heel erg leuk om dan te gaan voor een kuif. Op die manier ziet je aanblik er compleet anders uit. Wat je doet, je hebt hier een hoekje bij je voorhoofd als het ware in je haargrens en ook hier. Dus dat is een beetje, ja, als het ware je ooghoek, als je die rechtdoor zou trekken, dan ongeveer op die plek. Kijk, je neemt hem ook echt wat dieper op. En je draait hem als het ware net een beetje. Kijk, je duwt hem op. En dan kan je hem vastzetten. En dan gebruik ik twee speldjes in de tegenovergestelde richting. En ik laat ze ook nog eens even kruisen. Kijk, dan heb je zo je staart. Wat ik dan altijd doe, pak een plukje van hier. En die ga ik om het elastiek heen draaien. Dan pak ik een schuifspeldje en die steek ik er onderin vast, zodat je hem niet ziet. Maar zoals jullie weten, hou ik er gewoon niet van om mijn elastiek zichtbaar te hebben. Ook lak die allemaal gewoon heel strak vast, zodat je daar geen last van hebt. Ik zal het jullie even laten zien. Nou, dit is een simpele, toch? Ook vlechten kan natuurlijk prima voor de winter. Ik ga nu een kapsel laten zien en die lijkt heel erg op Heatbreak, een video van mij van de zomer. Dus die zou je altijd ook even kunnen terugkijken mocht je dit nou heel erg leuk vinden. Ik ga een opvlecht doen, dus ik vlecht onderhands. En ik ga dit nu wat sneller doen omdat ik jullie natuurlijk meerdere kapsels wil laten zien. Daarom verwijs ik jullie naar Heatbreak. Mocht je dit nou nog niet onder de knie hebben, dan kun je even die video terugkijken, dan zie je het stap voor stap, doe ik het een stuk langzamer voor. Maar dat is zo jammer dat YouTube je maar een kwartiertje geeft, want ik zou af en toe echt wel wat meer tijd kunnen gebruiken. Ik vleg gewoon door, ja, tot net achter het oor ongeveer. Je merkt snel genoeg waar het lastiger wordt. En wat ik doe, ik vlecht hem nu wel nog door als een gewone vlecht. Maar hou hem heel erg op de plek waar je hem naartoe wil. Dus laat niet je armen zakken, want dan krijg je hele rare bobbels als je dan je vlecht naar achter wil doen. Dus ik hou hem dus echt wel naar achter toe. En ik vlecht hem gewoon door zover ik kan. Dat ligt een beetje aan de hoeveelheid laagjes die je hebt. Als je op een gegeven moment heel veel pieken hieruit ziet komen, dan weet je dat je laagjes als het ware op zijn. Dus dan kan je het best een elastiek erin doen. Anders heeft dat laatste stukje vlecht niet heel veel meerwaarde meer. En zo. Dan weer een elastiekje erin. Het liefst dus weer een doorzichtige. Dat is altijd gewoon het mooiste. Kijk, zie je, hier zit bijvoorbeeld een laagje. Zo. Nou, aan deze kant is het een opvlecht. Nu ga ik aan deze kant een invlecht doen. Ik vind het gewoon wel leuk om dan net wat verrassends te hebben. Je kan natuurlijk ook beide kanten hetzelfde doen. Maar ik vind het juist wel leuk om dan verschillende dingen te doen. En veel mensen valt dat ook niet meteen op. Je hebt meer als ze dan al even met je zitten te praten, dat ze dan ineens zeggen van, hé, beide kanten zijn anders. Ik krijg trouwens van jullie echt onwijs veel vragen in berichten, dat jullie allemaal last hebben van jeuk, van schilfertjes en zo. Nou heb ik in mijn vorige video ook al verteld dat het voornamelijk is
doordat het gewoon wat kouder wordt, de kachel staat meer aan. Net als dat je handen droog worden, wordt ook je haar droog. Wat ik zelf wel eens vind werken, maar dan moet je wel heel erg mee uitkijken dat je het niet te veel doet. Vind ik wel eens werken om een heel klein beetje serum op je handen te nemen. En dan dat heel voorzichtig met je vingertoppen als het ware een beetje over je hoofdhuid wrijft. En anders, mocht je nou echt ook last hebben van heel veel jeuk en zo ervan, dan kun je ook kiezen, je hebt bepaalde flesjes, meestal professioneel, dus je zou in de drogist kunnen kijken of ze dat ook hebben. Maar anders professioneel, dan heb je ook flesjes voor een gevoelige hoofdhuid. Dat is vaak gewoon ook een soort serum en dat kan je er ook op doen. Dat stopt de jeuk, dat kalmeert als het ware. Nou is het wel zo dat je huid vaak zich weer aanpast. Vaak is het even deze periode wat erger, omdat nu de kachel ineens aangaat. En je zal merken dat over misschien een weekje of twee, dat je daar helemaal geen last meer van hebt. Dat je huid zich automatisch weer een beetje stabiliseert. Dus je kunt ook gewoon geduld hebben, maar let er wel op dat als het jeukt, dat je echt van je hoofdhuid afblijft en het dus niet gaat krabben. Dan beschadig je natuurlijk je huid en krijg je wondjes. Als je dat hebt, dan moet je wel echt even gaan voor een shampoo of een serum die heel erg kalmerend is. Ik krijg van jullie heel veel vragen van, ja, als head and shoulders dan niet goed is, wat raad je aan? Ik vind het heel erg moeilijk omdat ik alleen maar met professionele producten werk, dus ik ken ze uit de drogist niet. Maar één heel belangrijke stelregel is wel, het mag niet in één keer werken. Als dat zo is, dan is het een shampoo die niet het probleem aanpakt, maar die gewoon als het ware de schilfers er afschuurt en weghaalt, net als dus de head and shoulders. Dus kies voor een shampoo die als het ware werkt als een soort kuurshampoo. Dus die wat langer de tijd nodig heeft om te werken. Op die manier weet je dat die tenminste echt wat met je huid gaat doen. Dat is alles wat ik jullie kan doorgeven voor nu. Dus let daar even op. Lees even goed alle verpakkingen. Nou, ik heb nu aan deze kant de invlecht en aan deze kant de opvlecht. Wat ik nu ga doen, dan pak ik de rest van mijn haar bij elkaar. En daar kan je dus mee doen wat je wil eigenlijk. Ik ga er nu voor kiezen. In Heatbreak heb ik een glad knotje. En ik denk dat het nu wel leuk is als ik dat haar gewoon pak en ik er even een gewone vlecht in maak. Weer zo ver je kunt. Oh ja, en nou kom ik weer op dat leuke punt uit. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dan ben je klaar met je vlecht. En dan bedenk je dat je geen elastiekje hebt klaargelegd. Zo, gelukkig liggen ze dichtbij. Het elastiekje er weer in. Zo. Nu ga ik hem opdraaien. En daarvoor gebruik ik schuifspeldjes om hem vast te zetten. Ik kies er alvast voor om er dus een paar klaar te leggen. Ik kies nu voor de korte variant. Omdat je ze dan wat makkelijker kan wegwerken. Want we willen ze niet meer zien. Kijk, ik plaats hem eronder als het ware. En dan zet ik mijn vlecht vast. Dan deze vlecht. En die gaat er ook omheen. En dan moet je er even op letten dat je mooi die punten dus wegwerkt. En ook hier, dan trek je de punten er onderdoor. Ook dit kapsel zal ik jullie even laten zien. Aan één kant dus de invlecht, die eindigt in de knot. En aan deze kant de opvlecht.